Han van der Ven stuurde een e-mail met de vraag: hoe haal ik een vorm uit een foto in Photoshop CS6? Ik heb zelf geen Photoshop CS6 meer, maar de techniek in CC is ongeveer wel hetzelfde gebleven. Ik ga deze foto gebruiken. Ik ga hier een vorm overheen zetten en dan ga ik vervolgens een uitsnede van die vorm maken. Photoshop heeft een aantal ingebakken vormen en die vind je hier aan de zijkant. Je kunt sneltoets U gebruiken en daar zitten een aantal vormen in. Klik je daarop, dan heb je hierboven de mogelijkheid om een vorm te kiezen. En je hebt er op zich best wel aardig wat. Zo uit mijn hoofd gezegd zitten er in Photoshop CC iets meer dan in CS6. En ik kies deze wolk. Je hebt drie manieren om een vorm te maken: je kunt een vorm maken, een pad kiezen of voor pixels kiezen. En in dit geval kies ik gewoon een vorm. En ik sleep hem er rustig overheen. En je ziet hele kleine fijne lijntjes met daarin de vorm. En vervolgens laat ik hem los. Mijn vorm is gevuld met wit en heeft een zwarte lijn eromheen. Nou, dat is op zich helemaal niet van toepassing in dit geval, want het gaat om de vorm van deze vorm. Eventueel kun je hem nog aanpassen via het selectiegereedschap. Er komt dan een kader omheen. En je zou een van de hoeken nog wat verder uit kunnen trekken om zo je vorm wat groter te maken. En ik denk dat dit op zich wel aardig is. Nu moeten we dus een uitsnede van de onderliggende foto gaan maken met deze vorm. En dat doe ik vrij eenvoudig door een selectie te maken van deze vorm. Ik hou de ctrl ingedrukt en in mijn lagenpaneel klik ik gewoon op het afbeeldingje. En je ziet, er komt een stippenlijntje rondom mijn vormfiguur heen. De vorm kan ik nu uitzetten, want dan kan ik beter zien in de foto wat ik doe. En je ziet dat ik dus een selectie heb van mijn vorm. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is de achtergrond te selecteren. En hieronder op het knopje van het laagmasker moet klikken. En dat is eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei doei.